lieve mensen, van harte welkom bij een nieuw interview. Deze keer met Geert Kimpen. Hij is een bestseller-auteur en zijn eerste debuut was De Kabbalist, waar heel veel boeken van zijn verkocht. Ik geloof 100.000, Geert. Meer dan 100.000, ja. En ook nog vertaald in 15 landen, dus dat is natuurlijk de droom van elke schrijver. Right? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Dus ja, goed, daarna kwamen nog meer boeken. Onder andere Newton, die burgemeester, ook fantastisch boek. En ja, Maak van je leven goud, enzovoorts, enzovoorts. Ik heb het allemaal gelezen. En nu is de nieuwe roman, Het meisje dat aan de oever verscheen, sinds 13 mei, verkrijgbaar. Van harte gefeliciteerd met het nieuwe boek. Dankjewel. Geert, hoe voelt dat om weer een boek te schrijven na 4 jaar? Writersblok, heb ik begrepen. Ja, na 4 lastige jaren eindelijk weer bevallen van een nieuw boek. Ja, een nieuw dus, kindje. Je moet je voorstellen dat je 4 jaar zwanger bent geweest. Ja. En dan ben je blij dat het eruit is. Ja. Ja. Ik ben er heel blij mee. Ja. Het is, ja, ik snakte er ontzettend naar om weer een boek de wereld in te brengen. Mm. En het lukte heel lang niet. En het heeft blijkbaar deze tijd nodig gehad om er in één gulp uiteindelijk weer uit te komen. Ja, voor we beginnen met het boek, zou ik graag iets weten van de achtergrond. Goed, je was getrouwd met Christine. Ja. Hè? En toen plotseling kwam er een scheiding, want ze was lesbisch, heb ik begrepen. Of verliefd op een andere vrouw. Wat deed dat met jou? Wat gebeurde er toen met jouw leven? Ja, dat staat er natuurlijk even helemaal op zijn kop. Dat is heel heftig. We waren een heel hecht gezin. Ja, mijn dochtertje, zoonlijke. Ja. Die is al groot nou. Die is bijna 17 al. Ja. Ja, ja. Dus ja, dat was natuurlijk een bom die dat viel. Het gezin viel uit elkaar. Het huwelijk. En met die eigen mannelijkheid doet dat natuurlijk ook heel wat, zo'n mededeling. Dus dat heeft behoorlijk wat tijd gekost om daarmee leren om te gaan en daar doorheen te gaan. En al die fases die dat erbij horen van rouw, verdriet, woede, wanhoop, die rollercoaster van emoties, dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Je had liefdesverdriet. Ik had enorm liefdesverdriet, ja. 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 Maar je wilde eigenlijk schrijven over de liefde en toen... Ja, dat is lastig, hè, om over de liefde te schrijven als de liefde waar je in geloofde er niet meer is. Dan valt je bestaand, je recht een beetje in duigen. En dan stel je alles in vraag van goh, klopt mijn leven nog wel? In wat voor leven heb ik geleefd? Was dat waar? Was dat niet waar? Hoe denk ik nu over de liefde? Dus alles stond even... Ik was op drijfzand en dat heeft natuurlijk wat tijd gekost om daarin terug vaste grond te vinden. Ja. Om vanuit nieuwe stabiliteit weer gelukkig weer de liefde te kunnen prediken. Ja, ja dan weet ik uit ervaring, Geert, dat als er een crisis in je leven gebeurt en het lijkt allemaal verschrikkelijk en je leven staat op de kop, dat het misschien ook wel juist goed is als even de hele toestand wat zich dan zo langzamerhand heeft vastgezet, wat normaal is, de patronen, dat het helemaal weggevaagd wordt en dat daar iets nieuws uit ontstaat. Ja. Kun je dat dan nu, zeg ik voor jezelf, dat je toch achteraf gezien de diamant hebt gevonden in het puin? Ja, de parel in de lotus inderdaad. Ja, maar op het moment zelf voelt dat natuurlijk niet zo. Dan zit je in een soort van moeras waarvan je denkt, hoe ben ik in godsnaam hier terechtgekomen en hoe is mijn leven deze wending kunnen krijgen. Dat had ik allemaal nooit kunnen bedenken. Dus toen zag je de schoonheid daarvan uiteraard niet. Mm-hmm. Nu pas, nu dat ik aan de andere kant van de oever ben, letterlijk, kan ik dat wel zeggen en zie ik dat dat allemaal zinvol is geweest, nuttig is geweest, dat het mij zelf op een ander level heeft gebracht, op alle vlakken. Dus daar ben ik nu natuurlijk heel dankbaar voor. Maar op dat moment zelf... Daar vind je er niks aan, hè? Nee. Maar toen kwam je toch je nieuwe liefde tegen, Michelle. Ja. En dat gaf je weer een boost om te schrijven. Hoe ging dat? Ja, dat is eigenlijk een beetje poëtisch. Give me the story.
En dat begint eigenlijk al een jaar voordat mijn huwelijkscrisis begon. Toen werd ik door de NCRV gevraagd om een verhaal te schrijven. En toen ging ik zitten en er kwam eigenlijk heel spontaan een kort verhaal uit. Het meisje dat aan de oever verscheen over een jongen die de wereld intrekt en zichzelf wil zoeken. En die langs de rivier naar de tempel van het oosten vertrekt, waarvan hij vermoedt dat daar de antwoorden op zijn grote vragen liggen. En hij is er maar een dag onderweg, of bij de oever van de rivier, komt hij een meisje tegen dat daar zit te mediteren. En die tegen hem zegt van, ik heb hier een jaar zitten mediteren, omdat ik wist dat je langs zou komen. En ik ben jouw zielsverwant. De jongen is daar natuurlijk totaal van in de war. Diezelfde dag, letterlijk, dat ik dat verhaal schreef, was er een vrouw in Nijmegen, Michelle Chanti, die heel veel mediteerde, ook boeken schreef. En die zat te mediteren. En zij kreeg die dag een visioen in die meditatie, waarin ze een man zag, zoals ik, die tegen haar zei, ik ben jouw zielsverwant, precies over een jaar kom ik eraan, 15 oktober, zul je mij ontmoeten. Dat was allemaal een jaar voorafgaand, dan toen al in mijn leven nog gewoon gelukkig en blij. Je was je nergens van bewust. Nee, al, ik had dat verhaal geschreven, ik wist ook niet wat vandaan kwam, dat gewoon een leuk verhaal. En toen, een jaar later, in september, toen had ik dat gesprek met Christina, waarin ze me zei, dat ze niet meer gelukkig met mij was en dat ze op vrouwen viel. toen kwam net Michelle haar nieuwe boek uit, Godin op hoge hakken, mm-hmm. over vrouwelijke seksualiteit, vrouwen die in hun kracht komen, tempelpriesteressen. Yeah. En ze gaf daar een feest voor en toen reageerde iemand op Facebook bij haar van, ik heb je boek gelezen, ik heb dus van genoten. Over al die vrouwelijke kracht die jij beschrijft. Je schrijft ook veel over tempelpriesteressen, maar wist je dat Geert Kimpen daar ook veel over schrijft? En ik kon dat, omdat ik getagd was, volgde dat gesprek. En ze had een heel gesprek over mij, dus vond ik wel leuk. Dus ik ging op haar profiel kijken. Ik dacht, oh, nou, leuke vrouw. En precies op 15 oktober, wonderlijk, werden wij geconnect. En kwamen wij in gesprek met elkaar. En daar is onze liefdesverhouding uit ontstaan. Maar ja, kreeg je toen weer zoiets van, ja, het luikje ging open, je kon weer schrijven over de liefde. Dat duurde nog 4 jaar, helaas. Ja. Want natuurlijk, ik had nog maar net, was de bom onder mijn huwelijk gelegd. En Christine en ik hadden afgesproken dat we elkaar vrijheid zouden gunnen. Dat we, zij kon zichzelf in dat nieuwe stuk ontdekken en dat ik ook vrijheid had. Maar tegelijkertijd hoopte ik natuurlijk op dat moment nog om een huwelijk, om daar een andere vorm voor te vinden. En dat dat toch nog gecontinueerd zou worden. Dus dat was natuurlijk heel dubbel tussen enerzijds een nieuwe liefde die opbloeit. En anderzijds je huwelijk dat met touwtjes aan elkaar hangt en dat je nog probeert bij elkaar te houden. Dus voor Michelle was dat natuurlijk ook een heel lastige tijd. Omdat zij was er helemaal klaar voor, maar ik was er niet klaar voor. Ja. En pas na 4 jaar toen het stof was gaan liggen, toen de echtscheiding rond was, toen gingen we voor het eerst met elkaar op reis. Ja. En toen zei ze van, Geert, nu moet echt je ziel weer tot leven komen. Ik wil dat je weer gaat schrijven, dat je ogen weer gaan blinken. En ze zei, neem wat ideeën mee. En toen nam ik dat verhaal onder meer mee, het meisje dat aan de oever verscheen. Ik las dat voor aan haar en toen begon ze te huilen. En toen zei ze van, Geert, zie je dan niet dat je gewoon een jaar voor je mij ontmoette ons verhaal op papier hebt gezet? En ik had er inderdaad nog geen seconde bij stilgestaan. Dat was gewoon een verhaal. En toen zag ik van, hé, dat is inderdaad gewoon onze ontmoeting. Die, en toen is inderdaad mijn hart weer helemaal opengebloeid. Mijn ziel weer tot leven gekomen. En toen zag ik haar ook in haar volle glorie en schoonheid. En toen ik thuis kwam, ben ik deze roman gaan schrijven. Ja, vooraf was er een soort verhaaltje, een soort concept. Een kort verhaal inderdaad, ja. Een verhaal van een paar pagina's, inderdaad. Want dat heb ik nog geplaatst op de Goed Nieuwskrant. Ja. Ergens in 2013 moet dat zijn geweest. Zoiets, ja. Klopt dat? Ja, een goede 6 jaar geleden, ja. Dus dat klopt, ja. Maar, Geert, jij schrijft gewoon een fantastische boek, hè. Goed, De Kabbalist, dat is een droomdebuut, hè. Dat wordt meteen een bestseller. En, ja, goed, er komt Rachel erachteraan, plus het. Maar altijd in die boeken, weet jij, meesterlijk, zeg ik dan even, wijsheid verweven met ook heel veel erotiek. Met bijna tantristische visioenen krijg ik daarbij. Of, ja, betalen, Lian. Ik hoop dat je van genoten hebt. Ja, van, dat heb ik al van genoeg. Waar haal je die inspiratie vandaan?
Kijk, jij begeleidt ook schrijvers. Je geeft ook boeken uit. Wat is het geheim van een goede schrijver? Vraag ik even als schrijver aan schrijver. Wil je het over de erotiek hebben of over boeken schrijven? Beide. Laten we eerst over boeken schrijven hebben dan. Ja, boeken schrijven is een ambacht. En dat is, we geven schrijfweken inderdaad, waar we dat ambacht aanleren. Wat heb je daarvoor nodig? Ja, echt tools. Ja, zoals dat je als je een tafel wilt bouwen, moet je naar een timmerman gaan die dat uitlegt. En dat is wat wij op die week doen. Te kijken wat een vakman je kan uitleggen. En dat vakmanschap, dat geven we door op die schrijfweek. Dus dat is één kant van het geheim van een boek, dat je het vak moet leren. Mm-hmm. Zeg je bij een roman, dat is echt een métier eigenlijk. Ja. En de andere kant is natuurlijk dat het bezield moet zijn door iets wat je als schrijver, wat de wereld in moet, waar je vol van bent. Ja. Waar je, ik voel me als schrijver altijd zo'n beetje als een kind die allemaal ontdekkingen doet, steentjes vindt en schelpjes. Ja. En dan aan mijn lezers wil tonen, kijk eens, in alles wat ik ontdekt heb wil delen. Ja. Middels een spannend verhaal dat ik dan schrijf. Ja. Maar komt het verhaal naar jou toe of bedenk je het zelf? Je hebt soms ook verhalen die willen geschreven worden, dus dan ben jij de pineut, jij moet het op papier zetten. Ja, Ik vraag het zo, wat is voor jou inspiratie, Geert? Wat is dat door je heen knalt? In dit geval is het inderdaad iets dat door je heen knalt, letterlijk, dat kort verhaal dat er ineens was. Dat waar ik eigenlijk in één ruk, zonder bijna te denken, op papier kwam. En waar ik niet weet waar het vandaan kwam, dat er ineens een Indische jongen en een Indisch meisje bij een rivier in India. Waar komt dat vandaan? Dat weet je dan niet. Nee, dan ben je een soort van doorgeefluik of zo. Ja. Om zoiets sprookjesachtig, mythisch, wat blijkbaar aan heel veel zielen dan ook appelleert. Ja. Dus dat is niet alleen mijn verhaal, maar het verhaal van iedereen eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja, kijk, wat trof aan dit boek, dat was, kijk, vooral het tijdperk waar we nu in leven, met snelle contacten, Facebook, Tinder, appjes, op feesten, we slikken pilletje. Nou ja, niet ik, hè. Waarin het heilige in een relatie eigenlijk onheilig wordt gemaakt. Ja. Door het snelle, het consumptieachtige. Terwijl jij hier eigenlijk de man in ere stelt, maar ook de vrouw, maar ook de relatie weer in ere, de heiligheid geeft zoals het in principe oorspronkelijk bedoeld is. Ja. Waar haal je die wijsheid vandaan? Ja, dus langs de ene kant mijn levensdurende zoektocht, waarin ik dat altijd vermoed heb, dat een relatie en liefde en seksualiteit, dat meer is dan wat het vaak is voor heel veel mensen. Gewoon, dat is mijn vrouw en dat is als een meubelstuk dat in huis staat. Ja, dat is allemaal maar normaal en gewoontjes en vanzelfsprekend en zo. Want er is geen heiligheid meer. Nee. En dat heb ik inderdaad altijd wel zo gevoeld, dat dat wel heilig is. Dat een relatie heilig is, maar ook dat seksualiteit heilig is. Ja. Over de seksualiteit, hè? de vele erotische scènes, en vooral in dit boek, is dit boek het antwoord op 50-20 reis? Waarin het juist, puur lichamelijk, onderdanig, onderdrukkend, met pijn gepaard, met bondage, enzovoort, enzovoort. Ik heb maar de helft van het boek gelezen, want daarna heb ik het weggelegd, want dat was toch niet mijn ding. Wel hier juist het tantrissische, kundalini-achtige, het verhevene, je tilt elkaar op, je bent met jezelf in een ander level dan het lichamelijke zelfs. Ja. Van daaruit eer je elkaar en kom je tot een spontane, seksualiteit, meer sensualiteit zou je het kunnen noemen. Ja. Dus kun je zeggen dat dit boek een antwoord is op 50-20 reis? Wat zo populair was en wat die vrouwen allemaal zo. Huh?
Ik hoop het. Ik hoop het oprecht. Ja, we leven enerzijds in een tijd waarin niks meer taboe lijkt qua seksualiteit. Je kunt je tv niet aanzetten of de bondage, de plossex en parenclubs, noem maar op, denderen over het scherm heen. Mm-hmm. Dus er lijkt niks meer taboe te zijn, behalve intimiteit, behalve sensualiteit. Ja. Dat is een ontzettend taboe geworden. En we kunnen het, ik bedoel, mensen moeten vooral natuurlijk doen waar ze blij van worden. Maar je kunt het in al die extreme, in mijn optiek, blijven gaan zoeken. Maar dichter bij elkaar ga je er niet van komen. Mm-hmm. En jezelf ontwikkelen, echt daarin, ga je ook niet, denk ik. Terwijl werkelijke intimiteit, waarbij twee mensen, vanuit heiligheid klinkt natuurlijk van alsof het iets heel saais is, maar dat is het helemaal niet. Nee, het is ontzettend... dat is het meest mooie wat er is, wat mij betreft. Ja, ah? Ja. Maar vanuit dat, vanuit die optiek bij elkaar komen en vrijen met elkaar, dan ja, kom je ten eerste natuurlijk op een veel dieper level als man en vrouw bij elkaar. Plus er komt een ontzettend bewustzijnsproces ook op gang. Bij mannen opent het hart, voel je je connect met je ziel, je voelt letterlijk chakras open bloeien en je komt in bewustzijnslagen terecht waarvan je niet wist dat je ze had. En vrouwen worden geaard en krijgen kracht en krijgen die oer... Yeah. Die oerseksuele kracht die dikwijls taboe is, die wordt in elkaar geactiveerd en dat, dan denk je bijna van, het is een wonder hoe de natuur in elkaar zit. Mm-hmm. Hoe onze geslachtsorganen in elkaar zitten, daar wordt dikwijls lacherig over gedaan of in een vulgaire context over gepraat, maar ze zijn echt heilig en als we ze terug heilig gaan zien als wonderlijke, prachtige instrumenten waarbij je elkaar zoveel kunt geven en waarbij je in andere bewustzijnslagen kunt terechtkomen, ja, als we daar bewust van worden, dan is er toch geen enkele man die het ooit nog in zijn hoofd haalt om de tempel te binnen te dringen, te verkrachten, met geweld een vrouw tot zich te nemen. Mm-hmm. Dat kun je dan gewoon niet meer. Dat nee. Is, dus ik denk dat het in die zin ook heel belangrijk is als je al die vreedheden leest die dat toch voor 95% door mannen worden aangericht. Ja. Staat de krant erop open. Het zijn allemaal gewonde mannen, mannen die... Ja. Die zichzelf niet geheeld hebben, die pijn hebben, die verdriet hebben, die woede hebben, die naar binnen geslagen is. En soms als een roofdier eruit komt en die verschrikkelijke dingen doen. Dus ik denk dat wij mannen, en ik denk dat Paul dat een goed voorbeeld natuurlijk, een inspirerend voorbeeld van is. Dat wij onze wonden moeten helen en ons hart moeten openen. En dat is een taboe voor ons mannen, want dat doen wij niet zo snel. Wij gaan niet zo snel naar een andere man zeggen van, goh, het is allemaal, ik zit helemaal in de put en ik weet het niet meer. En ik ben verdrietig, die kwetsbaarheid die is ons niet aangeleerd. Ja. Maar het is wel tijd dat we dat gaan doen, denk ik. Ja, plus ik wat me ook wel trof, dat was dat je toch echt wel een diep inzicht hebt in de psyche van zowel de man als de vrouw, want waar, ja, de kern, dat is toch ook wel zo'n beetje van de oerwond, hè? Zeg maar, dat je voelt je los van de bron, je voelt je los van elkaar, wat de pijn ook gewoon is, waardoor mannen vrouwen verkrachten of tekort doen en de vrouwen worden. Ja goed, naarmate ze steeds langer worden verkracht en onderdrukt, ook gewoon gemene bitches. Hè? Kijk, die vrouwen op dat strand, kijk wat je schrijft, ja, dat zijn bitches, daar moet je gewoon voor waken. Dus heb jij ooit psychologie gestudeerd? Hoe kom je, hoe weet jij dat? Vooral, je gaat werkelijk tot wel de kern van... Ja, bijna het mens zijn zou je kunnen zeggen, wat relaties betreft en ja, vrouw, man en waar het ook schuurt, maar gelijktijdig ook van hoe het wel kan. Je biedt wel die kijk van hoe het wel kan. Ja. Wat dat boek ook zo mooi maakt, vind ik. Behalve zeg maar dat het ook nog heerlijk te lezen gewoon is, geen compliceerd gedoe, weet je wel, maar tempels, priesteressen, burchten... Nou ja, bedenk het maar. Hè. De mensen worden ook nog eens een keertje ingewijd. En waardoor de lezer wordt meegenomen in die inwijding. Ja. Waardoor de lezer zich ook herinnert. Oh, wacht eens even. Dat zit ook aan mij.
Ik vind het een fantastisch boekje. Dat lijkt me toch, dankjewel. Wat was mijn vraag? Ja, vraag. Kijk, hoe kun je de Kabbalist, het beginboek, hè, combineren met deze Oosterse mystiek? Ja. Ja, ik denk dat daar ontzettend veel verwantschap tussen is. In Kabbalah is ook het mannelijke en het vrouwelijke ontzettend belangrijk. Wordt ook elke vrijdagavond gevierd in de Shabbat. Ja. De seksualiteit. De liefdesavond. Die hebben we bij jullie in Heerlen gedaan natuurlijk. Dat is een ritueel dat elke week plaatsvindt. Net om mannelijk het vrouwelijke te vieren, de liefde te vieren, de liefde te bedrijven. Overvloed met wijn en drank en eten en het leven uit te vieren. En dat is natuurlijk in een andere cultuur. Maar diezelfde filosofie en basiswaarden, ja, die vind je in het hindoeïsme precies hetzelfde. Terug daar is ook begeerte zo een wezenlijk onderdeel van de religie, van de filosofie. In onze cultuur is dat natuurlijk net taboe allemaal, maar in de Kama Sutra en die oudste hindoeïstische werken, ja, die spatten van de erotiek. En dan niet de platte erotiek, maar de verfijnde basis-oerkracht daarin. En daar valt zoveel inspiratie uit te halen, uit Shiva en Shakti en al die goden en die godinnen, die allemaal voorbeelden zijn van hoe wij ons eigen liefdesleven kunnen inrichten en waar we ons aan kunnen spiegelen en waar zoveel wijsheid in verborgen zit. En dus qua universele waarheden in een ander jasje verpakt, is dat bijna hetzelfde. Alleen gaat misschien het hindoeïsme dan nog wel een stuk verder in. En ook echt op de leer van tantra natuurlijk. Ja. Hoe je die krachten activeert met mannen en vrouwen. Ja, daar hebben zij boekenkasten vol over geschreven, duizenden jaren geleden al. En dan is het eigenlijk, dan zijn wij nu in deze tijd dikwijls Neandertalers. Ja, maar dat bedoel ik. Ja. Huh? Wat doen wij dan? Dan we zijn boek losgeraakt van... Ja, dat of we worden bandeloos in al die uitwassen. Of, zoals het bekende boek van Paulo Coelho, duurt de liefdesdaad 11 minuten. En dan is het alles erop en gaan en vallen we alle twee in slaap. En dan hebben we ons behoefte even bevredigd en that's it. Ja. En op zich, je moet niet elke dag een groot tantrisch feest, dat wordt ook... Waarom niet? Dan heb je ook een fulltime bezig. Maar als dat het alleen is, ja, geen wonder dan, na 20, 30... lange relatie, ja, dan is het bijna, dan moet je elkaar beu worden, toch? Dan die 10 minuten iedere keer herhalen in 3 varianten. Dat kan toch niet de bedoeling van het leven zijn? Ja. Het is een geschenk dat ons gegeven is. Het is onze levenskracht. Er komt nieuw leven uit voort. Maar ook ons eigen leven wordt erin geactiveerd. Ja. Dus als we daar niet bewust van alles mee gaan proberen en het heilig gaan heilig maken, dan zijn we toch een beetje Neandertalers, denk ik. Ja, zeg maar, kijk, nadat ik dat boek had gelezen, dacht ik echt zoiets van, weet je wat, ik ga van mijn eigen slaapkamer een tempel maken. Goed. Ik zeg, schatje, kom hier. Leuk. Ik hou van jou. Ja. Dat is helemaal zoiets van... Maar de basis is toch altijd de liefde. Ja, tuurlijk, ja. Ja. Maar dit verhaal, dat gaat voorbij de persoonlijke liefde tussen man en vrouw. Het wordt eigenlijk een verhaal richting de goddelijke liefde, right? Ja. Ja, ik denk dat wij mensen afspiegelingen zijn van de goden, toch? Of dat we zelf de god en de godin in elkaar kunnen eren en kunnen wakker kussen, letterlijk. En dan wordt onze oermannelijkheid en vrouwelijkheid, die wordt op een ander plan aangebracht, waardoor dat we denk ik inderdaad heel dicht bij de goden komen. In de Kabbala zeggen ze erover, wanneer een man en een vrouw helemaal in elkaar, maar dan werkelijk met liefde verstrengeld zijn, dan kun je niet dichter bij God komen, dan kun je niet dichter bij verlichting komen. Je kunt jarenlang in je eentje op de Himalaya zitten te mediteren, maar dat is de werkelijke meditatie natuurlijk. Maar ook van, dan is het niet meer liefde doen, maar liefde zijn. Ja. Kijk, dan... Een klein regeltje van jouw boek, een soort van dialoog, waar, dat wil ik toch even voorlezen. Maar volgens mij die zegt, wel, als de enige reden is dat je van iemand houdt, omdat die ook van jou houdt,
dan is er niets moois aan. Dat is gewoon angst en egoïsme. En als je niemand vindt om van te houden, terwijl anderen wel van jou houden, dan ben je hoogmoedig en ondankbaar tegenover jezelf. Maar als je altijd van iemand blijft houden, zelfs als die niet meer van jou houdt, dan ben je iemand die de liefde kent. Liefde die altijd doorgaat en nooit stopt, zelfs als die niet wordt beantwoord en krijg je er niets voor terug. Dat is de volmaakte liefde. Alleen al deze zin is het kopen van een boek waard, zou ik zeggen. Zo mooi. Hoe lang doe je over zo'n regel? Of ja, drie regels. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, dit boek is bijna in één golf geschreven. In de flow. In de flow, inderdaad. Ik ben vorig jaar mei letterlijk met Michelle was die vakantie dat ik dat verhaal aan voorlas. En ik ben teruggekomen en ik ben gaan zitten. En ik heb tot, denk eind maart zoiets, toen was het klaar, blijven schrijven. En ja, 2 maanden later was het een boek. 2 maanden later? Ja. Heb je 2 maanden over 358 pagina's? Nee, van mei tot maart, dus hoeveel maanden is dat? 10 maanden of zoiets? Ja. Ja. Maar dan nog 2 maanden eerder dan gedrukt. En... Want je geeft ook lezingen over het boek. Hè? Goed, je gaat straks met een sneltreinvaart ga je weer verder. Hè? Wat vertel je dan tijdens zo'n lezing? Kun je dan een tipje van de sluier? Ja, wat krijgt men dan te horen van jou? Een klein voorproefje. Ja, het gaat wel over de achterliggende thema's van dit boek. Mm-hmm. En de lezing die heet Tom Tom van de ziel. En dat gaat erover van wat er eigenlijk gebeurt, waar we het net over hadden. Van wanneer 2 mensen met elkaar vrijen, maar ook wanneer je mediteert, wanneer je in een flow schrijft. Bij al die gebeurtenissen. Activeer je pijnappelklier. En je pijnappelklier is eigenlijk een soort van tom-tom, zou je kunnen zeggen. Een soort van heel ongelooflijk orgaantje dat zowel dag- en nachtritme in je lichaam bepaalt, dat je moe maakt s'avonds, melatonine aanmaakt. Maar ook als je in ontspannen toestand bent, als je open staat, dat dan wat ze zeggen, DMT aanmaakt. En DMT zorgt ervoor dat je bewustzijn verruimt, dat je waarneming veel helderder wordt, dat je in bewustzijnslagen komt, die dat ik in elk geval nu niet heb, maar als je in die flow bent, wel hebt, waardoor je inzichten krijgt, waardoor je inspiratie krijgt, waardoor je synchroniciteit in je leven krijgt en waardoor je ook genavigeerd wordt naar je bestemming en naar je zielsverwant toe. En dat is wat ik zelf ook ervaren heb door hoe dat ik bij Michelle uiteindelijk in mijn leven ben terechtgekomen. Ja, dat lijkt bijna alsof dat er een schrijver was die mijn leven schreef. Zo voelde dat van, alsof dat hij mij alle hoeken van de kamer liet zien en in de grootst mogelijke ellende stortte, om uiteindelijk dan daar moeten zijn, kimpen. Maar ik wilde helemaal niet, ik wilde hier blijven. Maar het leven gooide mij alle hoeken op om daar uit te komen. En toen pas ben ik gaan beseffen, ja, maar wat is dat dan? Wie schrijft mijn leven dan? Ja. En dan kun je eigenlijk zeggen dat die hele kosmos om ons heen, zowel het licht, het letterlijke licht, maar ook de intelligente, creatieve energie vanuit waar alles ontstaan is en waar de hele kosmos door bezield is, dat eigenlijk onze ziel is. En dat we met die pijn op elkaar daarop kunnen afstemmen. En als we onze geest rustig weten te maken en ontvankelijk weten te maken, dat we daarop kunnen intunen. En als we daarop intunen, ja, dan komen we in die flow terecht. En voor mij is de methode schrijven daarvoor. Voor Michelle is dat heel erg duidelijk mediteren. Voor andere mensen zal dat op een andere manier werken. En ja, dus en in het vrije dus, kun je dat ook ervaren. En daar gaat de lezing over. Ja, ja, kijk, je schrijft ook hier dat... Ja, dat was ook wel apart, hoor, kijk, hoe je dat schreef. Namelijk dat karma zich bewust is dat er een schrijver is die zijn leven schrijft. Dus het is een verhaal in een verhaal in een verhaal, weet je wel. En zo van het kleine persoontje hier, wat weet zeg maar dat er een script is, ja, dat was wel
goed gevonden, vond ik. Ja, en dus dat ontstond ook spontaan, maar gaandeweg, terwijl ik dus dat verhaal schreef, kwam ik erachter, ja, maar voor mij geldt dat ook. Ja. Ik denk wel dat ik het verhaal van deze personage aan het schrijven ben, maar tegelijkertijd is er iemand mij aan het schrijven. Ja. Die schrijft dat ik dit boek moet schrijven. Ja. En ja, zo ben ik daar inderdaad over gaan filosoferen en nadenken en onderzoek gaan doen. En Michelle is iemand die al 20, 30 jaar mediteert en heel erg met die pijnappelklier bezig is. En ik ben veel te ongeduldig om te mediteren en zo. Dat ben ik te... Maar van haar heb ik daar natuurlijk wel heel veel in geleerd, van die andere kant. En zij heeft dat ook bestudeerd. Dus in die zin, ja, heeft ze me heel veel inspiratie gegeven om die antwoorden te zoeken en te ervaren ook vooral. Ja, plus ik heb er nog zo'n vraagje zo tussendoor even. Hè. Kijk, terugkomt op dat DMT, hè, wat dan ja, dat bewustzijn zou verruimen, et cetera, et cetera. En we horen toch tegenwoordig steeds meer mensen die beginnen met ayahuasca en wat ook DMT is enzovoorts. En die maken dan van die reizen en die trips en die zien van alles enzovoort enzovoort. Hoe kijk jij daar tegenaan een keer? Ik ben ooit voor happiness. Naar Ecuador gestuurd om een reisverhaal te schrijven. Voor Ecuador, nee, voor happiness, voor het tijdschrift. Ja. En ja, dat was met een dronken Belgische Indiaan dat ik door de jungle moest trekken. Zo'n man die totaal liters alcohol de hele tijd achterover sloeg. Zo'n totaal onverantwoorde trip door de jungle heen. En toen, op het eind van die reis, was er een ayahuasca-ritueel met allemaal dronken indianen. Wow. Die dat totaal onverantwoord... Ik kreeg zo'n grote groene beker die ik moest achterover kappen. Oh, dat heb je gedaan. Ja, heb ik gedaan, inderdaad. Stom, maar ik heb het gedaan. Welke happiness staat dat in? Ja, dat is 10 jaar geleden of zo. En normaal, de meeste mensen die kotsen dat dan uit na een kwartier. Maar ik niet. Bij mij bleef die volledige beker erin zitten. Dus ik heb daar een hele nacht in nachtmerries gezeten. In die hallucinaties gezeten. De meest gruwelijke hallucinaties gezeten. En iemand anders van de groep die daar ook bij was, die is toen echt bijna letterlijk ingebleven. Die in een soort van lichte coma geraakt. Dus ja, ik zelf... heb er helemaal niks mee. Mm. En ik denk iets van, onze hersenen zijn zulke wonderlijke instrumenten. Alles wat we moeten ervaren, kunnen we met ons lichaam ervaren. Ja, ja. En daar hebben we al... Ja, kijk, terugkomend op mijn man Paula. Ja, grote zielsverwant. Ja, die zegt, één met de bron en niets anders. Met andere woorden, je hebt in feite niets buiten je nodig. Kijk, wat jij ook zegt, het is al allemaal in jou en je hebt geen drankje of pilletje of leuk stel dat je dat wil doen, dan moet je dat gewoon doen. Ja. Zolang je het maar niet verwacht met openbaring. Ja, precies, ja. Huh? Ja. En ook de echte Indianen, want ik had natuurlijk een soort van clown-Indiaan getroffen daar in die jungle. Maar de echte Indianen, die gebruiken die ayahuasca misschien ook maar 1 of 2 keer in hun leven. Ja. Voor een heel belangrijke initiatie of ritueel of een ceremonie. Maar hier kunnen elk weekend wel ergens ayahuasca achterover gaan kletsen. Ja, ik ken mensen die... Doe dat 40 keer achter elkaar. Ja, dat is toch niet de bedoeling. Dat kan, nee, ja. Maar nog, net zoals bondage moeten mensen maar doen wat ze willen doen natuurlijk. Ja. Maar het lijkt me niet de bedoeling, nee. Nee, nee ja. Nee. Nee. Dus dan kom je eigenlijk door jezelf, door de liefde, door de heiligheid, door de verbondenheid met de goddelijkheid... Ga je pas je eigen goddelijkheid herinneren, right? Wat heel goed mogelijk is met een partner als je hem maar eert. Ja. En ook daar de heiligheid ziet en het licht in de ander. En niet even een slippertje even op de hoek rondje neuken of zo. Ja. Ja. Kijk, het laatste stuk, dat was een klein... momentje waarvan ik dacht van, oh Geert, hier schrik je misschien de lezers mee af, tenminste, nou ja goed. Waar Kama, die komt dan op die plek met die beelden en ja goed, hij wordt dus eigenlijk
door zo'n man, zo'n wijze man, de penis, ik moet die maar steeds poetsen en ja, dan moet hij wat mee, hè? Zodat hij zijn mannelijkheid heelt, hè? Ja. Maar dan op het ja, hoogtepunt, waar dan die legers al klaar staan en zo, dan loopt dat toch net de soep in, terwijl die man net bezig is om hem van achter te bewerken en denkt, zo, hè? Ja. Kun je dat even toelichten, die scène? Nee, vertel wat je bedoelt, Ilian, ik weet niet wat je bedoelt. Je weet heel goed wat ik bedoel. Jij hebt dat boek geschreven. Dat is allemaal invulling van jou. Goed, dan... Nee, maar... Ik kan wel wat explicieter zijn, maar... Nee, nou ja, het is de lingam die daar geëerd wordt, dat is ook letterlijk ja. Zo. Die tempels die bestaan ook en dat gebeurt dus ook. Die lingam die wordt elke dag door priesters daar met kurkuma, met melk, met water, met noem maar op, allemaal geëerd. Maar niet alleen in die tempel, in elk huis in India, in elke hut in India vind je een Shiva lingam. En dat is dus de lingam van Shiva, verenigd met de yoni van Parvati. Dus de penis met de vagina, even vertaald in de westerse termen. Ja, maar dat klinkt een stuk minder leuk natuurlijk. Ik noem het de lingam. Niet zo platvoer. De lingam in de yoni, die staat op elke schoorsteen. En in elk gezin in India wordt dat elke dag geëerd. Zoals wij een kruisbeeld hier hadden hangen overal, is dat gewoon het symbool van de schepping, van de creatie, van de liefde, van de passie, van de erotiek. Oh, dat staat centraal in elk gezin. Ja. En voor ons is dat raar natuurlijk. Wij hebben niet van een lingam gaan poetsen met melk en kurkuma. Maar als je naar de symboliek daarvan kijkt, dat is de inspiratiebron van elk huwelijk in India. En dat wordt er helemaal niet raar gezien. Dat is, heeft net dat heilige, die eerbied. Maar daar moeten we doorheen leren kijken. Want wij zijn hier natuurlijk heel lacherig opgevoed met een penis en met een vagina. Ja, ja. En we zien de schoonheid er niet meer van. Nee, maar dat is ook nog zonde. Ik vanuit de katholieke kerk, ja, vooral hier het zuiden... Waar we toch gebrainwashed van seks is slecht en zondig. En, ja, dat is precies het tegenovergestelde. Precies het tegenovergestelde, ja. Schrijft, hè? Ja, ja. Dat is toch fascinerend dat is onze cultuur inderdaad, waarbij dat allemaal taboe of slecht of lachend of vies is. En daar is het de normaalste zaak van de wereld. Daar staat het centraal in elk leven. Omdat het zo belangrijk is. Want als dat goed gaat, als een man en een vrouw harmonieus, liefdevol met elkaar samenleven, dan is dat een olievlek voor het hele gezin natuurlijk. Is dat een olievlek voor het dorp en is dat een olievlek voor het land. Ja. Dat is zo fundamenteel. En dan heb je geen gewonde mannen. Dan heb je niet kwade mannen die dat alle... Natuurlijk zijn die er ook in India, maar de basiscultuur is dan gewoon dat het heilig is. Mm. En heel veel hindoeïstische Indiërs leven dat nog steeds elke dag. Mm. Ja, plus ook, er is geen schaamte. Ja. Zo van, dit is toch gewoon mijn lichaam. Dat is toch helemaal oké, dat schrijf je ook, hè. Ja. Schaamteloze, ja, dat vond ik ook wel zo fijn om te lezen, hè? Als katholiek braaf meisje natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ja. Ja, ik ben ook een katholiek braaf jongetje geweest, dus ik weet precies waarom. Moet je kijken wat er van ons terecht is gekomen hier. Twee heidenen. Maar ja, het is toch ook zo. We hebben toch een prachtig lichaam gekregen. Met alles er wonderlijk ingenieus zit een lichaam niet in elkaar. Met adem, met ons hart dat slaat, met onze ziel, met onze geslachtsorganen. Alles gewoon is toch... Je kunt het bijna niet bedenken hoe ingenieus het in elkaar zit. Dus wie zijn wij om ons daarin te onderdrukken of ons te schamen of om ons klein te maken in plaats van dat we open gaan, onszelf laten zien in al onze schoonheid, verbinden. Want het verhaal gaat ook zo van, je bent los van elkaar en je komt elkaar nader en je wordt ingewijd en... Ja, totdat je ooit een keer beseft dat je één bent. Je schrijft ook over zielsverwantschap. Wat is dat dan voor jou? Ja, zielsverwantschap is iets fundamenteels, denk ik. En dat is wonderlijk natuurlijk ook, dat als je dat geloof tenminste deelt, van dat er voor elke
ziel op deze planeet, voor jou, voor jou, voor jou, voor mij, iemand anders geboren is om je heel te maken, om je één mee te voelen, om je oermannelijke kracht te verbinden met je oervrouwelijke kracht. En zodat wij als mannen vrouwen kunnen aarden, kunnen kracht geven, dat vrouwen ons hart kunnen openen, onze ziel kunnen tot leven wekken, en dat we bij elkaar gekomen zijn om te verklinken weer bij elkaar, omdat in de hele natuur is natuurlijk opgebouwd uit die oermannelijke en vrouwelijke kracht. En op ingenieuze wijze, door die pijnappelklier in mijn optiek, door die grote ziel die dat ons stuurt, die dat ons helpt om op onze bestemming te komen, worden we genavigeerd om uiteindelijk precies die persoon te moeten ontmoeten die voor ons bestemd is. Mm-hmm. En als je dan naar alle verhalen gaat luisteren van mensen, zoals bij jullie ongetwijfeld ook zo zijn, had je een kwartier later de tram genomen, ja, had je hem misschien nooit ontmoet. Ja. Maar het leven heeft het allemaal zo precies geregeld dat jij precies op die plek was waar hij ook was, waardoor het onontkoombaar was dat jullie bij elkaar zouden komen. Mm-hmm. En dat is ook voor Michelle en mij zo. En dat is eigenlijk, ja, voor alle mensen die werkelijk verbinding, ja, die moesten bij elkaar komen, toch? Dat kun je bijna niet meer zeggen van, oh ja, dat net zo goed een ander. Dat, je had ook met de buurman nu in de tuin kunnen zitten. Maar toch, nee, Esther ook. En de grote liefdesverhaal ook altijd een soort quest, een soort van, je moet bepaalde dingen overwinnen. Ja. Je moet die reis, hè, want Karma reist voor zijn geliefde. En hij komt er op een plaats tegen wat hij dat helemaal niet verwacht. En, maar wat hij wel voelt, dat hij daar moet zijn. En voordat het allemaal duidelijk wordt. En het hele boek is echt wel een avontuur. Ja, je krijgt het niet zomaar even cadeau, hè. Zo van, hier heb je tweelingziel of je zielsverwant. En ga lekker op de balk voor de televisie zitten. Ja, ja, dat is het dus niet. Zeker niet. Nee, het is ook heel heftig. Zeker complementaire zielen. Zielen die tegenstellingen in zich dragen om als plus en min om bij elkaar te komen. Ja, dat knettert natuurlijk ook. Mm-hmm. En dat wordt beproefd. En elke grote liefde, ja, die, natuurlijk gaat die niet over rozen. Het is niet dat je de hele dag hand in hand door de wei aan dartelen bent. Nee, je laat elkaar alle hoeken van de kamer zien. Je confronteert elkaar. Ja. Wordt iedere keer alles in vraag gesteld. Dus dat is zeker niet rustig kabbelend over bij zonsondergang over het strand badderend. Nee. Ja, maar toch vrijwel, ja. Ja, goed, die begint vlak na het begin. Komt Kama dan zijn zielsverwant tegen. En eigenlijk weten ze al vrij snel dat ze voor elkaar bestemd zijn, want hij kan haar niet loslaten. Zij zegt, ik wacht op jou. Ze weten het gewoon kijk van elkaar en toch gaan die wegen uit elkaar, want hij trouwt met een lesbische vrouw, blijkt dat achteraf. En denk, ja, dat komt natuurlijk doordat jij dat met Christine hebt meegemaakt, dat ook weer terugkomt, het thema. Ja. Van de vrouwenliefde. En ja, kijk, de vrouwenliefde is prima en je beschrijft het ook heel mooi, hè? Kijk, hoe die vrouwen samen zo. Maar als man, kijk, ja, kan ik me ook wel voorstellen dat je denkt van, ja, maar daar kan ik niet tegen concurreren. Tuurlijk niet, nee. Daar kun je niks mee, nee. Nee, dan sta je als man natuurlijk heel machteloos tegenover. En ja, dat met een andere man zou je de rivaliteit, de concurrentie kunnen opzoeken. Ja, precies, met mijn vrouw opzoeken. Dat gaat niet, hè. Nee, en dat ontmant, of dat heeft mij in elk geval wel ontmant, dat heeft mij een wonder geslagen bij mij toen. Omdat dan ga je afvragen, ja, maar was dat, heb je dat wel genoten van mij? Ja. Vond je het, was dat toneelspel of was dat echt? Was het een leugen? Ja, precies, huh? ja. Dus dat maakt je heel onzeker als man. En dan vraag je van, wat voor leven heb je? Is mijn afgelopen 20 jaar, dat wel, is er net nieuws geweest? Was het for real of niet, dat het liefde tussen jou en Christina? Ja. Huh? Ja. Dus dat is onthutsend, maar achteraf natuurlijk ook toch allemaal goed geweest. Mm-hmm. En een geschenk geweest en gelukkig geheeld ondertussen. Maar dat had je wel even flink onderuit gehaald. Ja, ik kan het me voorstellen. Ja. Maar je bent als een phoenix herrezen. Geert, kun jij tot slot voor de lezer nog eens een keer de kern van de boodschap van dit prachtige verhaal van
van Kama en Shakti. En voordat je überhaupt het boek bestelt, weet je, ga eerst je slaapkamer opruimen. Ten stofs. Wapper met salie. Kijk of je bij de IKEA iets van leuke gordijnen kunt vinden. En je gaat je eigen tempel creëren. Je gaat eerst even helemaal voelen dat jij vrouw bent. En dan ga je je man weer zien als man. En dan ga je elkaar eren vanuit de werkelijke hartsverbinding en liefde. En dan pas begin je met dat boek. Wat is voor jou de kernboodschap, Geert, van dit boek? Ik noem het een sprookje voor volwassenen. In het mooie van sprookjes, vind ik zelf, ook van de sprookjes die ik zelf graag lees, is dat ze iets dieps in je raken, iets universeels in je raken, iets archetypisch in je raken, waardoor het eigenlijk iedereen zijn of haar verhaal wordt. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat we sprookjes maar blijven doorvertellen, ja, duizenden jaren lang. En dat vind ik zelf het wonderlijke bij dit boek. Het lijkt bijna alsof het niet mijn boek is eigenlijk. Ik mocht het schrijven en Michelle heeft me ontzettend geïnspireerd, maar daarnaast is er iets anders wat dit boek meegeschreven heeft. En nu met jou te praten hoor ik allemaal dingen die ik leuk vind om te horen, wat het met jou gedaan heeft. Ja. Maar het is nu 10 dagen uit en ik kom overal in het land om lezingen te geven. En ik hoor van iedereen andere dingen. Jij leest nu die zin voor die jou diep in je ziel heeft geraakt. En andere mensen die hebben een ander stukje dat ze me opsturen van, ik moet hiervan huilen of... En dus het boek is nu van de wereld, het is niet meer van mij. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd dat het voor iedereen een boodschap heeft. Van liefde, van zielsverwantschap, van seksualiteit, van whatever wat jij nu in je leven mee resoneert als thema. En dat is voor iedereen anders. En dat is het mooie van een sprookje, denk ik. Ja. Dat het verhaal is van ons allemaal eigenlijk. Ja, plus het is ook gewoon ook heel mooi geschreven. En ook nog eens een keer zodanig geschreven dat als je straks op vakantie gaat en je ligt aan het strand, dan kun je het ook gewoon lezen. Kijk, je hebt bepaalde boeken, die kun je niet lezen op het strand. Waar kinderen zitten te blaren of weet ik veel wat. Dit boek kun je wel... Het is gewoon ook een leuk boek. Het is niet alleen goed geschreven, het leest ook makkelijk. Niet dat je tegen allerlei complique zinnen, wel hele mooie zinnen, waar ik je echt om bewonder, Geert. Maar ook nog eens een keertje met heel veel diepgang. En ook nog een stukje goddelijkheid, weet je. Dus ik ben blij dat er eindelijk weer eens een goed boek is. Ik ben heel erg vereerd aan Lilian. En ik dank je ook heel erg voor deze uitnodiging om hier bij jullie thuis te mogen zijn om hierover te vertellen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. En om jouw vuur uit te zien. En, ik ben gewoon enthousiast als... ik lees heel veel aan Geert. Ik lees echt wat er ook maar te krijgen is van heel breed. En al mijn hele leven lang ben ik een boekenjunk. Dus ik ben gewoon blij met een goed boek. Zodoende had ik ook zoiets van, Geert, ik wil je graag spreken over het boek. Want ik ben gewoon hartstikke enthousiast. En ik ben sowieso ook... Ja, terugkomt op jouw boeken. Ik heb ze gewoon gelezen. Ik vind jou gewoon echt oprecht een fantastisch schrijver. En ik kijk alweer uit naar je volgende boek. Je bent er aan het bijkomen, maar ik kijk alweer uit naar je volgende boek. Geniet in tussentijd in jouw mooie hernieuwde slaapkamer. Ontzettend van de liefde met elkaar. Daar komen jullie nog een paar jaar de tijd mee rond. En dan zal ik mijn best doen om een mooi nieuw volgende boek te schrijven. Het volgende boek. Dankjewel voor je komst, Geert. En het boek is verkrijgbaar op de website van Geert, geertkempe.com. Maar ook uiteraard bij de boekhandel, bij bol.com. En als je dan toch het boek hebt gelezen en je bent op bol.com, laat even weten wat je ervan vindt. Want dat vind ik zelf ook altijd leuk. Even je mening van Geert. Ja, wat heb je fantastisch gedaan. Dankjewel voor je komst, Geert. Ja, heel erg dankjewel. En ik zou zeggen, tot ziens en tot de volgende keer. Hey,
jaar.